Shaquille, hoe lekker is het om te weten dat je zaterdag tegen VVV in de basis mag starten? Ja, heel lekker natuurlijk. Het is gewoon weer een lekkere wedstrijdje spelen in de competitie. En gewoon onze best doen en voor de 3 punten gaan. Wat opvallend is, ook de heenwedstrijd in de Cool destijds, stond je ook in de basis? Ja, klopt. De heenwedstrijd stond ik ook in de basis, dat weet ik nog. En als jullie nog wat verder terug gaan, is het vorig jaar maakte ik ook mijn basisdebuut hier thuis tegen VVV ook. Dus je hebt op het VVV? Het lijkt wel zo, ja. 3 wedstrijden achter elkaar tegen VVV spelen, dus het zijn wel mooie wedstrijden, denk ik. Even terug naar het trainingskamp in Turkije. Daar heb je 2 wedstrijden gespeeld. In het centrum van de verdediging en eentje keer als linksback. Hoe beviel dat? Met name die laatste positie? Ja, het is gewoon ook een positie waar ik kan spelen. En ik heb gewoon mijn best gedaan. Ik denk dat ik het goed heb ingevuld. We hebben gewoon 2 degelijk gewoon goede potten gespeeld, de volwassen. Alleen ja, je ziet dat hun ook gewoon goed zijn natuurlijk. En tegen NAC heb ik er ook gestaan, dus het was niet echt wat anders voor me. Je bent een linkspoot. In die wedstrijd in Turkije stond je rechts in het centrum. Ook Moorhout zou je rechts in het centrum. Hoe anders is dat dan voor jou als linkspoot om daar te staan? Ja, niet echt veel anders. Ik kan gewoon ook met mijn rechterbeen goed uit de voeten aan die kant. En ik zal gewoon ook gewoon laten zien dat het ook vanaf daar gaat. Dan speel ik ook tegen Trabzon en zal ik morgen ook gewoon laten zien. Trainers zijn net met name over jou dat je met name door de opbouwende aanvallende kwaliteiten van jou de voorkeur hebt gekregen morgenavond. Dat moet toch een bepaald compliment zijn? Ja, natuurlijk is het een compliment. Het is altijd mooi om gewoon een compliment over je te horen natuurlijk. Alleen als het ook tegen zit, hoor je dat ook gewoon. Maar ja, het is gewoon mooi dat ik dat te horen krijg van de trainer en dat ik daarvoor dan speel. Dus dan zal ik dat ook morgen moeten laten zien. VVV, een ploeg die het verrassend goed doet, net als vorig seizoen, alleen toen hadden ze na de winterstop een dip. Hoe schat jij die ploeg in? Ja, het is gewoon een hele stugge ploeg. Een ploeg die gewoon goed weet van elkaar wat wel kan en wat niet kan. Alleen ik hoop dat ze morgen gewoon hun dag niet hebben en dat wij gewoon onze dag hebben en dat we gewoon de 3 punten pakken. Ook een ploeg die met name aan de voorkant veel lengte heeft. Klopt, dat hebben ze ook wel, ja. Maar daar spelen we ook uit tegen en toen was het ook niet, werden we ook niet echt geklopt op lengte, dus nu moeten we het ook gewoon goed zien in te vullen. De laatste wedstrijd is alweer een tijdje geleden in het oude jaar. 3 wedstrijden, de laatste 3, hebben jullie niet verloren in ieder geval. Dus wat dat betreft kunnen jullie een serie neerzetten door morgenavond die punten te gaan pakken. Ja, daar gaan we ook vanuit. We willen gewoon de 3 punten gewoon pakken, want we spelen natuurlijk thuis en we voelen ons goed. We hebben gewoon een goede sfeer in het team, in de kleedkamer. Dus we voelen ons gewoon ook goed en dat willen we ook gewoon morgen op het veld laten zien aan de fans. De trainer gaf net aan, eigenlijk is een wedstrijd tegen VVV moeilijker te spelen voor de selectie als tegen Feyenoord. Omdat er dan niets verwacht wordt. Ben je het daarmee eens? Ja, of ik het daarmee eens ben. Ik vind dat je gewoon elke wedstrijd gewoon goed moet willen spelen. En als je tegen Feyenoord speelt, lijkt het dat op de druk wat hoger bij de anderen is. Maar ook VVV is ook belangrijk en ook de Graafschap bijvoorbeeld zou belangrijk zijn, dus het maakt niet echt veel uit. Als je kijkt naar het restant van de competitie, dan zit het er dik in dat je meer wedstrijden vanaf de eerste minuut gaat spelen. Omdat Beugelsdijk bij elke volgende gele kaart geschorst is. Ik denk dat de trainer het gewoon per wedstrijd bekijkt. En zei hij ook net? Ja, ik denk dat hij dat gewoon doet en dat we ook gewoon kijken hoe we op de trainingen natuurlijk trainen. En dat hij daaruit dan steeds een keuze maakt. Alleen ik weet dat Tommy ook wel slim is, dat hij ook gewoon goed kan spelen natuurlijk.